Het is nog vroeg in de morgen als Kim loopt door de straten van Pyongyang in Noord-Korea. Het is nog best vroeg en terwijl ze wakker werd vanmorgen scheen het zonnetje zo lekker. Brrr, nu rilt ze eventjes, want het is eigenlijk best fris. En ze tilt haar kniekousen, trekt ze wat hoger op om haar wat te beschermen tegen de kou die er buiten is. Ze is onderweg naar haar vriendin om die op te halen naar school. En ze streekt een straat over waar het wel druk zou kunnen zijn, maar waar het tot dat moment helemaal niet druk is. De straat is breed genoeg voor wel 10 auto's, maar er rijden er maar een paar, want zoveel auto's zijn er helemaal niet in Noord-Korea. En de mensen die ze wel kunnen betalen en er wel een hebben, die moeten heel goed oppassen om te kijken of er wel genoeg benzine is. Terwijl ze loopt, strijkt Kim nog eens over haar buik. Eigenlijk heeft ze nog best nog wat trek. Ze had best wel wat meer rijstepap gelust vanmorgen. Mijn moeder had haar schouders opgehaald en gezegd, op is op Kim, helaas. En er klinkt een opstandig stemmetje in Kim. Wat vervelend dat er zo weinig, het lijkt wel of in haar land overal een tekort aan is. Aan auto's, aan benzine, aan eten. Maar ze waagt er wel voor om dat hardop te zeggen. Zelfs tegen haar eigen moeder durft ze dat niet te zeggen. Want het lijkt wel alsof in Noord-Korea de muren oren hebben. Overal zijn er klikspanen. Overal zijn er mensen die iets kunnen doorvertellen. Daar moet je voor oppassen. Daar moet je voor uitkijken. Ondertussen is ze aangekomen bij de flat waar haar vriendin woont. En haar hand gaat zonder te twijfelen naar een van die honderden knopjes van die flat. Duwt het knopje in en ze kijkt omhoog. Wat een fantastische uitvinding eigenlijk. Hè? Als je bedenkt dat je hier op een knopje duwt en dan op de 18e verdieping, dat daar dan in het huis van haar vriendin Lee een bel rinkelt. Fantastische uitvinding. Dat zal vast de grote leider Kim Jong-un wel hebben bedacht. Dat is zo'n fantastische leider, zo'n goede man. Die heeft al zoveel gedaan, zoveel goeds gedaan voor hun land. Nou, daar heeft ze al heel veel over gehoord op school. Wat een geweldige man is dat. Terwijl ze zo staat te wachten, lopen er een paar mannen voorbij. Grauwe pakken aan. Nou, eigenlijk iedere morgen als zij hier staat te wachten op haar vriendin, komen die mannen voorbij en ze groeten haar vriendelijk. Terwijl ze er niet heel vrolijk uitzien. Grauwe pakken. Het enige wat glinstert op hen is een speeltje wat ze dragen op hun borstzakje. Waar een portret op staat van hun grote leider, Kim Jong-un. Ze gaan een stukje verderop naar de fabriek waar ze hard moeten werken. In een donkere, tochtige fabriek voor maar weinig geld. Hé, waar blijft Lee nou? Duurt het ook lang? Lee, duurt lang. Schiet toch op? En ze duwt nog een keer op dat knopje van die bel. Terwijl ze weet dat de moeder van haar vriendin daar eigenlijk wel een hekel aan heeft dat ze doet. Maar ja, te laat komen is ook wat. Er staat een hartstikke grote straf op. Daar heeft ze geen zin in. Daar waakt ze wel voor. Ja, wachten duurt ook eigenlijk best lang, hè? Echt vervelend. Schiet toch eens op, Lee. En net voordat ze voor de derde keer op dat knopje wil duwen, wordt de deur opengetrokken en komt haar vriendin als een wervin naar buiten. Hey Kim, hier ben ik dan. Snel hè vandaag. Ik heb vandaag maar eens de trap genomen in plaats van die akelige lift. Die steeds maar blijft hangen. Er is steeds stroomstoring. Gisteren, Kim, stonden we wel 3 keer veel de stroom uit. Super vervelend. En zelfs de derde keer was het zo dat we de deur open moesten trekken. En toen keken we zo in de schacht van wat 10 meter naar beneden. En joh. Kim lacht eens. Ze had eigenlijk hele boze woorden bedacht om te zeggen dat haar vriendin Lee weer zo laat was. Maar die laat ze nu maar zitten. Want haar vriendin Lee is wel echt zo'n vrolijk meisje. Zo'n vrolijk meisje heeft ze nog nooit gekend. En dat maakt heel veel wachten toch wel terug. En ze geven elkaar een hand en ze rennen zo samen het eerste stuk richting school. Op een gegeven moment komen ze bij een plein. Ze hebben wat vaart geminderd. En dan staat Lee, of Kim staat stil. En ze kijkt eens omhoog. Want dat staat er op dat grote plein. Wel een 35 meter hoog beeld van hun grote leider Kim Jong-un. Zo indrukwekkend. Steeds moet ze daar eventjes naar kijken. Staat ze stil. Tot opeens wordt gerukt uit haar gepeins. En dat haar vriendin Lee zegt. Kim, sta je nou weer te vergapen aan onze grote leider Kim Jong-un? Stja, zeg Kim. Lee kan soms zulke onhandige dingen zo hard zeggen. En Kim kijkt dus om zich heen. Gelukkig geen politieagent. Ze zullen het maar net horen. Als je verkeerde of rare dingen zegt, kun je zomaar opgepakt worden.
Dan gaan ze gauw weer verder. Lee zegt, hoor je nou niet, Kim, dat ik aan het vertellen was? Je staat zo te kijken hier zo, maar ik vertelde net, straks hebben we vakantie. En dan mag ik gaan logeren bij opa en oma in het oosten, vlak bij de zee. Super gaaf, heb ik echt veel zin in. Ah, super gaaf, zegt Kim. Het is wel hartig gegund, super leuk, dicht bij de zee. Hartstikke leuk. Ondertussen denkt ze wel, balen eigenlijk. Ik gun het mijn vriendin wel, maar wel balen als ik vakantie ook heb en dat dan mijn vriendinnetje er niet is. Dat had zo leuk geweest. En die middag uit school, dan komt Kim thuis en dan denkt ze nog steeds aan dat leuke logeerpartijtje wat haar vriendin bijna gaat meemaken. En ze aan de keukentafel gaan zitten terwijl mama het eten aan het klaarmaken en ze zegt, mam, waarom heb ik eigenlijk geen opa en oma waar ik kan gaan logeren? Ja, ik ben toch gestorven, zegt moeder, terwijl ze druk bezig, gewoon druk doorgaat. Ja, dat zegt u altijd, zegt Kim. Maar u kunt toch vertellen wie ze waren, waar ze woonden? U heeft toch eigenlijk ook al foto's van vroeger of foto's van uw vader en moeder? Vertel er eens wat van. Moeder zet de pan op het gas van huis, steekt die aan, droogt haar handen en ze komt bij Kim aan tafel zitten. Ze kijkt Kim eens aan en ze zegt, ja Kim, mijn vader en moeder leven inderdaad niet meer. Maar ik heb ook geen foto's. Van mezelf niet. Van mijn vader en moeder niet. Het enige wat ik heb, dat is mijn verhaal. En ik denk dat jij nu wel oud genoeg bent dat ik dat verhaal ga vertellen. Maar, bereid je voor, het is geen leuk verhaal. En dan begint moeder te vertellen. Zegt Kim, het was zo'n 40 jaar geleden dat ik net zoals jij in de schoolbankjes zat. En ik mocht heel vaak naast mijn beste vriendin zitten. Super fijn. En zoals altijd ging eigenlijk de dag zoals gewoon. Maar één dag was het dus een keer heel anders. Want we hadden een nieuwe juf. Fantastisch leuke juf. Tenminste, zo kwam ze over. Super leuk. En ik was helemaal enthousiast. En zeker toen dat ene ding eruit kwam. Want wat zei de juf op een dag? Kinderen, voor morgen hoeven jullie een keer geen huiswerk te doen. Wat? Zei ik tegen mijn vriendin. Geen huiswerk? Horen we dat nou goed? Hoeven we vanmorgen geen huiswerk te doen? Ja, Kim, we moesten iedere dag, normaal gesproken, heel veel Koreaanse woordjes schrijven en nog moeilijke rekensommen maken. Maar nu zei de juf, morgen geen huiswerk. Nou, geweldig. En de juf zei, houden jullie van spelletjes? Nou, daar ging natuurlijk een geloei op in de klas. Natuurlijk houden wij van spelletjes. Kom maar op. Wat gaan we doen, juf? Nou, zei de juf. Het spel heet De Geheime Jacht op de Schat. Oeh, dat klonk spannend. Vertel dan, wat houdt het spelletje in, juf? Nou, zei de juf, vanavond moeten jullie iets gaan doen. Jullie moeten op zoek gaan naar een zwart boek. En het is geheim, hè? Stiekem. Zonder dat je ouders het weten, gaan jullie op zoek thuis naar een zwart boek. Misschien wordt er wel eens uitgelezen, als je 's avonds naar bed gaat, dat papa of mama dan dat boek pakt en voorleest uit dat zwarte boek. Nou, dat zwarte boek moeten jullie meenemen, stiekem in je tas doen, morgen meenemen. En dan krijg je een enorme beloning morgen. Ha, dacht ik. Dat is fantastisch, een beloning. Ik heb nog nooit een beloning voor mijn huiswerk gekregen. Ik ben nooit de beste met woordjes schrijven, ik ben nooit het beste in rekenen. Een beloning? Dat is leuk. Een beloning voor je huiswerk. Je snapte wel. Ik kon niet wachten tot de dag voorbij was en dat ik weer naar huis mocht om te gaan zoeken naar deze schat bij mij thuis. Want ik wist, mijn vader en moeder lezen 's avonds uit zijn boek. Ik vond het heerlijk 's avonds als ik moe was en ik had mijn huiswerk gedaan. Dat dan 's avonds als ik op bed lag, papa en mama bij op het rijtje van mijn bedkamer zitten, dat boek opende en mijn verhaal voorlazen. Hoe wist de juf eigenlijk dat mijn vader moet het altijd deden? Vol spanning ging ik die dag naar huis. Maar het moest allemaal stiekem. Ik mocht niks zeggen tegen mijn vader en moeder. Super spannend was het. En ik zei alleen, we hebben zo'n leuke juf, papa en mama. Een nieuwe juf. En we hoeven vanavond geen huiswerk te doen. Nou, zei de papa en mama, dat is leuk. Dan wil je zeker vanavond lang opblijven. Want dan ben je vast niet zo moe. Ja, ik ga af dus. Een beetje nep. Ik zei, ja, ik wil toch eigenlijk wel vroeg naar bed. Het gebeurde ook. Ik was lekker vroeg naar bed gegaan. En papa en mama kwamen weer zoals altijd op de rand van mijn bed zitten. Mama stopte me in en vader liep weg om het boek te halen. Terwijl ik zomaar wat kletste met mama, heb ik heel goed geluisterd. Want waar haalde papa eigenlijk dat boek altijd vandaan? Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
Dus ik moest nu goed opletten waar ik dan straks, als papa en mama ook naar bed gingen, moest gaan zoeken naar het boek. Wat hoorde ik? Hè? Een schrapend geluid. Geen geluid van een laadje wat opengetrokken wordt. Geen geluid van een kastje wat misschien opengedaan wordt. Een schrapend geluid. En daar kwam papa binnen met het boek. En zei hij, jij mag vanavond kiezen welk verhaal ik ga lezen. Ik had even nagedacht. Van die grote boot met al die dieren erin. Dat is wel een mooi verhaal. Maar ook wel zielig dat er zoveel mensen verdronken. Oh ja, die man met al die leeuwen in die kuil. En dat hij niet eens werd opgegeten. Dat is ook een bijzonder verhaal. Maar nee, ik koos. Ik zei tegen papa. Papa, ik wil graag het verhaal van die storm. En dat er zoveel mannen zaten in een klein bootje. En dat de Heer Jezus uiteindelijk zei tegen de storm, wees stil. En dat de storm ook ophield. Dat verhaal. En papa die zocht het op in dat mooie zwarte boek. En hij las het verhaal voor. Mama gaf hem een kus. En ging in mijn slaapkamer uit. En weer luisterde ik heel goed of ik nog een aanwijzing kon krijgen waar dat boek nou was. En weer hoorde ik schrapend geluid. Ik moest wachten tot papa en mama naar bed waren gegaan. Heel moeilijk was het wel om niks te verklappen tegen papa en mama. Om zo'n geheim te hebben voor papa en mama. Dat had ik nog nooit gehad, zo'n groot geheim. Maar uiteindelijk was het dan zover dat papa en mama, ik hoorde ze naar bed gaan. Ik dacht, oh, gelukkig, ik ben niet in slaap gevallen. Dit is mijn kans. Ik wachtte nog even, tot het helemaal stil was. Een poosje stil was in papa en mama's kamer. En toen kroop ik mijn bed uit. Heel voorzichtig. En op mijn tenen liep ik richting de keuken. Oh, dat was echt super spannend. Want als ze me zouden horen, hoe zou ik dat dan kunnen vertellen? Hoe kan ik me eruit redden? Maar ik kwam in de keuken, heel zachtjes, zonder te stoten. En ja, daar begon dan mijn zoektocht. Kastje 1. Nee. Kastje 2. Nee. Alle kastjes gehad. Maar geen boek. Laadjes. Geen boek. En daar stond ik dan, met mijn blote voet op die koude vloer. Heel de keuken gehad. Geen boek. Maar ergens, hij moest hier ergens zijn. Dat kan niet anders. Kijk nog eens rond. Hé, dat is vreemd. Daar, op de muur. Daar, er steekt steen uit. Die is niet helemaal gelijk met alle andere steen. Zou die loszitten? Voelde even. Ja, zo los. Twee handen. Heel voorzichtig haalde ik die steen. Hoorde ik. Hé, zou dat schrapende geluid zijn wat ik had gehoord bij papa? En ik haalde de stenen nog verder uit. Ja hoor. En even had ik nog getwijfeld, want ja, zou papa het echt goed vinden dat ik dit zou doen? Zo stiekem mijn opdracht. Maar ja, die beloning, hè. Papa en mama zouden super trots op mij zijn als ik vanmorgen met een beloning thuis zou komen. En dat gaf me de kracht om door te gaan. Ik haalde de steen eruit, legde die op de grond, ging op een stoel staan. En ik zag inderdaad een donker gat achter waar ik die steen vandaan had gehaald. En ik ging met mijn hand naar binnen in dat donkere tochtgat. Hé, ik voel wat. Papier. Ik haalde het naar voren. Trok het. Ja hoor, het boek. Ik heb hem gevonden. Het zwarte boek. Ha, missie gelukt. Kom, boeken weer leggen. Steen weer heel voorzichtig terug. Nou nog terug naar mijn kamer. Gauw slapen, want morgen is de dag van de beloning. Ik pakte het boek en ging weer op mijn tenen weg. Naar mijn slaap. Bam, boetje, bam. Oh, wat dom. Ga ik keihard tegen een stoel aanlopen? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Had dan ook beter uitgekeken. Dom hoor dat je er ook bent, zei ik tegen mezelf. Zou de papa-mama nu wakker geworden zijn? Zouden ze nou komen kijken wat er gebeurt in de keuken? Ik hield mijn adem in. En mijn hart bonsde. Maar ik hoorde niks. Gelukkig. Papa-mama hadden me niet gehoord. Gauw verder en voorzichtig. Naar je kamer. En ik kwam op mijn kamer, liet het boek in mijn tas glijden, kroop in mijn bed. Oh, met een glimlach ben ik in slaap gevallen. De volgende morgen
ging ik natuurlijk blij naar school. Ik had geen moeite om uit bed te komen. Papa en mama hoefden mij ook niet meerdere keren te roepen. Dat ging als vanzelf. En ik ben gauw uit mijn bed gegaan. Ik heb me aangekleed. Ik heb mijn vriendin opgehaald. En naar school gegaan. En die dag was nog veel fantastischer dan dat ik me had durven voorstellen. Dan dat ik had durven dromen. Want 14 van de 60 kinderen uit de school, van de school, die hadden het boek gevonden. Die hadden het spel eigenlijk voor elkaar. En we werden in de grote gymzaal uitgenodigd, de grote vergadering. En we werden naar voren geroepen. En we werden als prinsjes en prinsesjes de hele dag behandeld. Nou, was echt een eer. En we kregen ook een mooie rode vlag en een mooie rode sjaal. Ja, er waren wel meer kinderen op school die die sjaal al hadden. Maar dan moest je lid worden na schooltijd van de communistische kinderclub. Nou, mijn vader en moeder wilden graag dat ik naar huis kwam. Gelijk uit school. Dus ik mocht daar geen lid van worden. Ik ging altijd gauw naar huis. Maar nu had ik ook zo'n rode sjaal. En ook zo'n mooie rode vlag. Wat zouden mijn ouders enorm trots op me zijn als ik met deze beloning thuis kwam voor mijn huiswerk. Je kunt je voorstellen. Ik ging natuurlijk enorm snel inmiddels naar huis. En ik had die sjaal om mijn nek en ik wapperde met die vlag om het maar zo snel mogelijk te laten zien aan papa en mama. En terwijl ik binnenkwam, heel haastig, liet ik de deur achter me staan en ik riep: mama, mama, kijk eens wat ik heb gehad voor een beloning. Hé, mama was helemaal niet eens in de keuken. Altijd als ik thuis kom, is mama in de keuken. Want dan gaan ze beginnen aan het eten. En nu niet. Oh, mama misschien in de schuur. Ik liep naar de schuur. Mama, mama. Kijk eens wat ik heb. Mama ook niet in de schuur. De slaapkamer? Ook niet. Oké. Vreemd. Maar ze komen misschien straks. Weet je wat ik doe? Ik doe vast mijn schooluniform uit. En ik maak er vast mijn huiswerk. Want nu had ik wel mijn huiswerk vanmorgen. Nu was het spel weer voorbij. En dan hangt de vlag vast op naast de deur. En als ze dan thuis komen, dan zien ze het gelijk. Dat zal ik doen. En ik deed het. Gewoon de kleren aangedaan. De vlag opgehangen. Al mijn moeilijke sommen gelijk maar gemaakt. Hoefde ik dat vanavond niet meer te doen. En ik wachtte. En ik wachtte. Maar geen papa. En geen mama. Hè? En ik ging huilen. Want ik had zo'n trek gekregen ondertussen. Ik had vanmorgen al niet zoveel kunnen eten. En ik had nu echt zin in eten. Zeker na al die opwinding van die dag. En ik ben op mijn bed gaan liggen. En ik heb zo gehuild. Dat ik gewoon in mijn huilen in slaap ben gevallen. Nou, de volgende morgen werd ik wakker. Toen dacht ik, wat een nare droom heb ik gedroomd, zeg, vannacht. Hoe kwam ik erbij? Dat ik alleen hier in huis was, dat mijn vader en moeder niet waren. Nou, gelukkig gebeurt het in het echt nooit. Want mijn vader en moeder zouden me echt nooit alleen in huis laten. Echt werkelijk waar niet. Dus ik ging gauw uit bed, want ik moest natuurlijk nog steeds mijn beloning laten zien aan papa en mama. Want daar ben ik in slaap gevallen. En misschien hebben papa en mama mij gewoon wel lekker laten slapen toen ze thuis kwamen. Dat moest ik nu nog gauw laten zien. En ik ging gauw naar beneden, naar de keuken. En ik riep: papa, mama, ik moest jullie nog wat vertellen van keuken leeg. Maar iedere morgen als zij beneden kwam, waren papa en mama beneden in de keuken. Hou eens even. En nu begon mijn hart weer harder te bonzen. En nu kreeg ik het heet. En ik rende naar de schuur. Papa, mama. Niet in de schuur. En ik rende naar boven de slaapkamer. Papa, mama, waar zijn jullie dan? Het toch niet? Maar dan gaat het niet goed. Dan is er iets aan de hand. Dan is er iets gebeurd. Wat nu? En ik rende naar de voordeur. De deur open. En toen stopte er een auto voor de deur. Maar niet met papa en mama erin. Nee, er stapten 3 politiemannen uit. En ze liepen het pad op naar onze voordeur. En zonder wat te zeggen liepen ze het huis in. Pakten ze mijn boeken, mijn schoolboeken. Die mooie rode sjaal. Die rode vlag. En ze zeiden: Kim, of ze zeiden tegen mij: jij stapt in. En wij brengen jou naar een kindertehuis van de regering. Oh, die uren waren verschrikkelijk, Kim, die ik toen heb meegemaakt. Want ik kwam er in dat kindertehuis en niemand die mij vertelde waar mijn vader en moeder waren. Waar waren mijn vader en moeder? Ik heb zo vaak gehuild, Kim. Zo vaak. Al niemand die mij vertelde hoe of wat. En soms, midden in de nacht, dan droomde ik daar ook van. Maar dan droomde ik soms ook over dat scheepje. Want het was storm in mijn hoofd. Ik had zoveel vragen in mijn hoofd. Waar mijn vader en moeder waren. Hoe dit kon gebeuren.
En dan droomde ik over die storm op zee. En soms in die droom werd die storm in mijn hoofd weer even rustig en vredig. Maar als ik 's ochtends wakker werd, dan kwam die storm weer met volle hevigheid terug. Want ik wist niet waar mijn vader en moeder waren en waarom ik hier was. Tot later. Toen heb ik het begrepen, Kim. Weet je hoe het kwam dat mijn vader en moeder er niet meer waren? Het kwam door dat huiswerkspel. Dat kwam door die gemene juf die ik dacht dat hij zo fantastisch was. Dat was ze helemaal niet. Het was een supergemene opdracht. Want dat boek, dat was een verboden boek. En nou wisten ze dat ik dat boek had meegenomen. Dat mijn ouders dus zo'n boek hadden. Dus door mijn schuld waren mijn vader en moeder opgepakt. En ik hoorde veel later dat er in het noorden een strafkamp was. Waar die mensen keihard moesten werken. En dat er heel veel mensen al heel snel stierven. Dat is mijn verhaal, Kim. Kim die heeft met open mond, grote ogen zitten luisteren naar dit verhaal van haar moeder. En ze ziet de tranen in de ogen van moeder. Kim, zegt moeder, zul je dit verhaal nooit verder vertellen? Want het is echt heel gevaarlijk. Alleen papa en jij weten dit verhaal. Nee, maar dat snap ik, zegt Kim, dat snap ik. Dat is erg, wat mama heeft meegemaakt. Nou, je snapt, de volgende dag, toen Kim op school was, kon ze niet zo goed luisteren naar de juf. Kon ze zich niet goed concentreren op de schoolwerk. Dat ging helemaal voor geen meter. En in de pauze, in de lunchpauze, loopt ze samen met Lee naar het park. En Lee heeft gemerkt dat er iets aan de hand was. Ze zegt, Kim, wat is er met jou aan de hand, joh? Niet normaal, je bent er helemaal niet bij, je gedachten zijn ver weg. Wat is er? Je kunt aan mij toch alles vertellen? Ik ben toch je vriendin? Ja, nou, Kim die zou het natuurlijk fantastisch vinden om het nu eventjes tegen iemand te vertellen. Dat is zo lekker als je eventjes je verhaal kwijt kan aan anderen. Maar ze heeft beloofd aan mama, mondje dicht. Maar ja, Lee is inderdaad wel te vertrouwen. Lee, oké, ik zal het vertellen, maar je mag dit nooit aan iemand doorvertellen. Mijn woord, die heb je. Nou, dan begint Kim te vertellen. Ze zegt, ik heb gisteren een verhaal gehoord. Omdat ik vroeg waarom ik eigenlijk geen opa's en oma's had. Jij kan lekker bij je opa en oma gaan logeren, ik niet. Nou, ze vertelt het hele verhaal. En Lady heeft ook met grote ogen zitten kijken. Zitten luisteren. En als Kim klaar is met haar verhaal, dan is gewoon Lee een beetje in de war. En ze zegt, Kim, ik weet hoe dat boek heet. Nee, hoe dan? Zegt Lee. Nee, niks gezegd. Laat maar. Volgens mij is het tijd. We moeten weer gauw terug naar school. Kim kijkt nog een keer naar haar vriendin en denkt. Doet die druk? Is die bijzonder? Hé? Nee, laat maar. En zo gaan ze weer naar school. Schooldag gaat voorbij. Kim komt weer thuis. En s'avonds, zoals altijd, zit vader te lezen in de krant. Moeder die naait wat. En Kim zit aan haar huiswerk. Sommen, bordjes. En het is heel rustig in de kamer. Tot er opeens geklop op de deur komt. En ze schrikken alle drie op. Want op dit tijdstip nog iemand aan de deur, dat is bijzonder. En dat voelt Kim ook. Want dat er iemand aan de deur komt, wil niet altijd zeggen dat het iets goeds voorspelt. Zou papa iets verkeerds gezegd hebben op zijn werk? Zou die een grote fout hebben gemaakt? Of zou mama zich versproken hebben, iets raars gezegd hebben vandaag? Vader staat op, legt zijn krantje weg en loopt naar de deur. En je snapt, de ogen van moeder en de ogen van Kim, die volgen papa heel goed. En papa doet de deur open, kijkt verbaasd. Hij ziet een man, een vrouw en een meisje. Wie het zijn, weet hij niet. En die vader stelt zich voor en zegt, ik ben de papa van Lee. Een vriendin van Kim. Als Kim dat hoort, dan schrikt ze zich wild. Zou Lee het verhaal doorverteld hebben? Dat zou toch zeker niet? Ze zijn toch vriendinnen? Kom nou, ze had toch de woord gegeven? Dan gaat ze toch niet doorvertellen? En daar komt Lee met haar vader en moeder naar binnen. Vader is heel gastvrij, haalt ze naar binnen. Ze kijkt haar vriendin vragend aan. Maar die kijkt naar beneden. Weet ook niet. Ja. Ze gaan zitten en Kim krijgt het nog warmer als ze bedenkt, oh nee, maar de vader van Lee, die werkt ook nog eens bij de politie. Oh nee, als het verhaal is doorgekomen, verschrikkelijk.
Ze zitten op de bank bij elkaar. En dan begint de vader van Lee te praten. En hij zegt, ja, Lee kwam vandaag thuis van school. En die vertelde onder het eten een verhaal. Een verhaal van een verdrietig meisje. Met een boek. De moeder van Kim die springt overeind en ze zegt, ze sneert tegen Kim. Jij houdt toch je woord, je mond houden, je had toch beloofd. Boos als ze is, als een wels door een wesp gestoken, stuift ze op. Ho, rustig maar, zegt de vader van Lee. Want soms gebeurt dat juist door het verbreken van de belofte iets goeds komt. Want ik heb goed nieuws voor jullie. Goed nieuws? Ja, want ik weet... Want dat is voor een boek wat jullie vroeger hadden. Dat boek heet de Bijbel. En Jezus, die leeft. Die leeft nog. Nou, dan moet hij wel heel oud geworden zijn. Zegt Kims moeder, want dat boek, het is al 40 jaar geleden. En toen was het boek al ouder. Dan is het wel een oude man. Ja, dan begint de vader van Lee te glimlachen. Maar hij is ook niet zomaar iemand. Hij is niet zomaar een persoon. Maar hij is God, de God. Want niet Kim Jong-un is de leider. Is degene die de machtigste is in deze wereld. Nee, God in de hemel. Die is de allermachtigste. Die heeft alle macht op hemel en op aarde. En hij is het waard om gediend te worden. Hij heeft zijn zoon gestuurd vanuit de hemel naar de aarde. Om zondige mensen, slechte mensen te redden. Hij heeft de straf gedragen, terwijl hij zelf helemaal niks verkeerds had gedaan. Ah, ik geloof niet in een God hoor, zegt Kims moeder. Want als er een God was, dan had hij mij wel geholpen om niet mee te doen aan het spel. Dan had ik er wel nee op gezegd. Toch is het zo, zegt Lees vader. Hij bestaat echt. Hij leeft nog steeds in de hemel. En je kunt hem nu niet meer zien, maar je kunt wel bidden. Vraag of hij jouw zondige hart wil schoonmaken. Ja, zegt Kims moeder nadat ze even heeft nagedacht. Slecht ben ik wel. Want weet u, het is namelijk mijn schuld dat mijn vader en moeder zijn omgekomen. Ik heb ze verraden. En dan nog eens wat. U wilt niet weten, nadat ik dat spel heb gedaan, hoe vaak ik gewenst heb dat die juf, die ik eerst zo fantastisch vond, dat ze niet meer zou leven en dat ze zou sterven. Als ik ze tegen was gekomen, had ik ze misschien wel zelf vermoord ook. Zo boos was ik. Ja, zegt Leesmoeder, dat snap ik. Maar juist Jezus, die in een vieze beestenstal wilde geboren worden, die wil ook juist in slechte harten wonen. Dat is het wonder. Je snapt wel, Kim gaat die avond niet vroeg naar bed. Want de vader van Lee gaat heel veel dingen vertellen over wie Jezus uit het boek was. Hij opent daar de Bijbel. Hij opent daar Gods woord. Want Gods woord moet over de hele wereld. Ook in Noord-Korea. En de Heere zegent de woorden die de vader van Lee spreekt. Want het is enige tijd later. Als deze drie mensen worden gedoopt. In het openbaar? Nee. Stiekem. Want er zijn nog steeds politieagenten die loeren op christenen. En die ze willen pakken en in strafkampen willen stoppen. Alles moet geheim. Stiekem. En daar worden deze drie mensen gedoopt. En Kims moeder, die zoveel stormen in haar hoofd heeft meegemaakt. Zoveel vragen heeft. Die krijgt nu werkelijk vrede in haar hart. Vrede in haar hoofd. En mag ze de Heer Jezus leren kennen. En zo wordt Gods woord verspreid. Door mensen. Ook in Noord-Korea.